Dat is waar. Dat heb ik ook altijd. Vreemd type, die commissaris Perry. Hij lijkt zijn persconferentie belangrijker te vinden dan het onderzoek naar de misdaad. Ik zal dit de komende dagen kunnen bevestigen. De politie is met man en macht aan het werk om de moordenaar zo snel mogelijk te vinden. Zijn er nog vragen? Ja. U zei dat de methodologie wijst op het werk van de origami killer. Kunt u specifieker zijn? Welkom bij Belege Gamer. Ik ben Joris. En vandaag spelen we weer een heel leuk horrorspel. Laten we maar eens beginnen. Ik was juist de vrachtwagen bijgevlogen. En waar zitten wij nou op? Waar zitten wij nu? Ja, we waren de vorige keer dat dat kindje weggelopen was, dacht ik. Ja, Sean weggelopen. Sean! Wat is hier? Sean! Maar je loopt je, nou loopt je net. Wat doe je? Holy shit, wat zitten wij nu? Toen je in de speeltuin. Waar we waren. Maar dat zit hier voor wegen bij. Sean! Ja, het is, zaten we paarden mogen. Er was hem ineens weg. Sean! Ik kan alleen naar mijn Sean roepen. Ah, hier. Zijn schooltas staat hier nog. Maar waar is Sean? Schooltas, waar staat hij nou? Ik zie de schooltas daar niet staan. Ah, hier. Wat is hier dan? Dit is van de schooltas weg. Het smelt maar terug op de grond. Naar huis. Hij is vast terug naar huis gegaan. Moet daar niet te zoeken, hè? Nee. Ik geloof het niet. Ik toch niet? Ik ook niet. Ik geloof het ook niet. Sean! Waar is Sean? Dat vraagt me ook af vanuit je is. Dit is slot geworden en hier zijn wat aangekomen. Sean. Sean, ik moet hem vinden. Ja, maar waar gaat hij zoeken? En je speelt als hij de laatste geweest, hè? Hij is er niet. Hij is er niet. Ja, dat is het dan dat er niet is. Wat? Het is nacht. Maar het is onmogelijk. Ik deed een seconde geleden mijn ogen dicht. Ja. Toen was het nog dag. We zijn net terug aan het lopen, of wat? Kijk naar huis, met een ding dat hem daar is. Mooi is mij. Dat is thuis. Slaapkamer. Dat zou ik mij moeten stoppen. Sean! Nee, echt weggelopen laten. Slaapkamer ook niet. Holy shit, wat is hier dan? Ja, maar ik heb niet alles gekeken. Misschien kan hem in de keuken nog zitten. Maar je gaat allemaal praten. Och, gaar man. Oh nee. Sean! Dat is dat ding van origami killer. Dat je ook had van dat één kindje daar in de... in de onderzoek. Oh nee, shit. De nieuwe bonus vrijgespeeld. Joehoe! Nieuwe bonus. Oké. Zullen we maar wachten zeker? Ja, die heeft hier zo dat teken. Dat, ik dacht dat dat bleef hangen. Precies niet. Dinsdag. 19:45. Politiekantoor. Zo te zien. Ja, ik moest met je praten, die rare man. Met die rare bril. Hoe zit hij dan, hè? Denkt u dat het lang gaat duren?
Nee, hij is denk ik zo klaar. Denk je? Zullen we eens onze bril terug opzetten? Hè? Ik wilde ook zo'n bril. Wat kunnen we er allemaal mee doen? What the fuck? Nee, een bal. Ha, de muur. Oké. Joehoe, we kunnen spelen. Hallo, please. Ah, dat is echt raar zo'n bril, hè? Ik wil die ook. Maar die gaat allemaal met en die is van die ene zo wat. What the fuck? Wat doet die nou? Dat begrijp ik niet, ik ook niet. Dat is echt een rare bril. Joehoe. Ik ga daarmee spelen. Anders spel spelen. En gaat hij muren weg. Ah. Hij is klaar. Ik ga, Charlene. Ik bekijk die verslagen later wel. Oh, zeg alle afspraken voor vanmiddag. Oké. Okay. Oh, en chef. Agent Norman Jaden van de FBI is hier. Jaden, natuurlijk. We verwachten je al. Ik heb nog haast, dus loop even met me mee. Merci. Dan praten we onderweg dan. Ja, tuurlijk. Ik wilde me voorstellen voordat ik aan de slag zou gaan. Maar misschien is dit niet het juiste moment. Nee, is nu prima. Ik moet alleen naar die persconferentie. We hebben er elke dag wel een. Het valt me mee om te bedenken wat je nu weer moet vertellen. Gelukkig hebben we vandaag wel echt nieuws. Doei. Ken je inspecteur Blake al? Ja, vanmorgen al. Hij is nogal eigenwijs, maar goed is zijn werk. Ik denk dat jullie elkaar wel liggen. Weet jij hoe je een stropdas moet knopen? Denk van wel. Kan je dat nou ook niet? Dan is een stropdas knopen. Je had gezegd dat ik het liever zonder de FBI gesteld. Maar de pers zit ons op de huid. Deze origami-killerzaak overrompelde ons en is uitgegroeid tot de zaak van nationaal belang. Ik kan er eigenlijk ook niet zien. Er zijn honderden moordenaars in dit land, maar je zal net zien, deze gast is exotisch. Bloemen en origami figuurtjes neer. Los dat maar eens op. Toen kreeg de pers er lucht van en ineens staan we in de schijnwerpers. Oops. Ik ben hier om seriemoordenaar te pakken. Met alle respect, chef, maar de rest gaat me niks aan. Nee, natuurlijk niet. Al wat ik vraag is dat je vooruitgang boekt en snel. De pers wil een dader. En die moeten we ze op een presenteerblaadje zien te geven. En ik zit hier nog altijd met een tas. Dat je betere profiles maakt dan dassen knoopt. Ah, vergeet het, het kan ook zo. Zit op, mannen, mannen. Hij heeft het. Waarom moest je die knopen? Oh, ga naar Charlene. Ze wijzen je kantoor wel. En dan kom langs bij de persconferentie als je interesse hebt. Krijg je een idee van het politieke klimaat dat hier heerst. Dank u. Chef. Welkom bij de club, Jaden. Merci. Ik zag Blake toen ik aankwam. Misschien moet ik met hem gaan praten. Blake, wie is Blake? Oh, wat is dat? Dag, meneer de koning. Ik moet Perry's assistenten vragen waar mijn kantoor is. Ik wil aan het werk. Dat gaan we dan eerst doen, hè? Ik heb een bak sterke koffie nodig. Ik maak even een wandelingetje door het bureau en kijk rond. Kun je doen. Commissaris Perry geeft nu een persconferentie. Misschien handig om even te gaan kijken. Ik sterf van de dorst. Je komt ook nooit zo'n waterkoeler tegen als je hem nodig hebt. Dat is waar. Dat heb ik ook altijd. Vreemd type die commissaris Perry. Hij lijkt zijn persconferentie belangrijker te vinden dan het onderzoek naar de misdaad. Ik zal dit de komende dagen kunnen bevestigen. De politie is met man en macht aan het werk om de moordenaar zo snel mogelijk te vinden. Zijn er nog vragen? Ja.
U zei dat de methodologie wijze het werk van de origami killer. Kunt u specifieker zijn? Het slachtoffer had een origami figuurtje in zijn hand. En er lag een orchidee op zijn borst. Zijn gezicht was bedekt met modder, maar er waren geen sporen van geweld. Geen sporen. De zomerjaar killer is nooit. We gaan eerst de kantoor bezoeken. Maar waar moeten we zijn? Aan de paardjes misschien. Oh, dit is alsof dat stand over is. Mooi klokje. Oh, dat is een presentje voor onze nieuwe inspecteurs. De afgelopen 20 jaar hebben we voor iedere promotie hetzelfde horloge gekocht. Zo komt iedereen op tijd en het is iets dat altijd wel in de smaak valt. U kunt bijdragen aan de pot als u wilt. We komen nog wat geld tekort. Legere. Ik zal me insteken en vriendelijk zijn. Dat zal ik zeker doen. Kantoor. Chef Perry zei dat u me mijn kantoor zou wijzen. Ja, natuurlijk. Loop maar mee. Merci. Ik wil deze kantoor of deze kantoor. Oké, waar gaat hij mij nu insteken? In Perry? Dank u. Dat is precies zo'n oude stil. Dit? Dit is mijn kantoor? Hier moest ik u naartoe brengen. Als u vragen heeft, weet u me te vinden. Dat is echt een wel een kantoor, hè. Ah. Ik krijg niks. Ik ben van de FBI, hè. Ik sta hoger, hè, als de politie. En ik krijg zoiets. Dat is toch schandalig. Oké, tijd om aan de slag te gaan. Oké. Waar gaat ze zitten? Op de stoel. Domme vraag. Daar heb ik ook een dom antwoord op gekregen. Of zal ik eens zitten? Met alles. Maar dat is toffig. Al die spinnenwebben. Ik kan ze niet afdoen zo. Dat is iets voor de poetsvrouw. Als we een poetsvrouw hebben. Goed, die niet doen. Maar dat is wel zwaar, maar ik kan niet raar. Ik krijg wel een kramp. Ik zit er al nu van. Stoffig. Ja, als op mijn stoel gaan zitten ze. Oké, wat gaan we nu doen? Ik ga mijn bril opzetten. Ik vind dat wel echt een show van bril. Waar kunnen die eigenlijk stap kopen? Stap 1. Verander van kantoor. Oké, hoe wil je dat doen? Verander van kantoor. Hoe wil je dat doen? Toch moet ik vragen aan Napali om een ander kantoor te krijgen. Allee. Openen. What the fuck? Dat was nu mijn kantoor. Veel beter. Toch al een stukje beter als die oude vrak van de zus. Allee, dat is het huidige kantoor. Wat is deze? Oeh, ik zit hier op een maan. Zoals gewoon aan het zicht. Dat heb ik al gehad, dat heb ik ook al gehad. Hier zit ik in de luchtsteken. Wow, yo. Dat vind ik wel schoon. Al die wolken. En de andere nog een keer en gaan kiezen. We gaan elke keer een ander kantoor pakken. Hè. Zullen we nu tussen de vissen gaan zitten? Voilà, we pakken deze even. In besturing. Kiezen. Kiezen, hoe doe je dat dan weer? Dat is kiezen, hè. Ik heb het al klaar. Openen, kiezen, alles wissen. Voilà. We gaan deze pakken. Aanwijzing hier. Oké,
Oké, dat is echt raar. Ah, weer is een afschuw. Het is misschien echt dat. Bannensporen. Not. Hier. Godverdomme. Geen vingerafdruk te zien. Niets dat ons verder helpt. Een hondje. En hoe maken ze dat? Misschien gebruik je een handschoen. 9 of 10. Een hele gewone. Daar heb ik niks aan. Zal ook weer geen vingerafdruk op leveren. Tenju. Ik had dit net niet gedaan. Tossie. Je bent niet grappig. 8 slachtoffers in 3 jaar tijd. Allemaal jongens. Leeftijd tussen de 9 en 13. Poppen. Geen sporen van geweld. Maar dat is veel. Ze verdwijnen van openbare plaatsen op klaarlichte dag. Oh shit. En niemand die iets heeft gezien. 3 tot 5 dagen later worden ze gevonden. Verdronken. In regenwater. Dat is minder. Regenwater nog wel. Dat is wel goedkoop. Altijd hetzelfde ritueel. Regenwater. Een origami in de hand. Zeggen ze. Een orchidee op de borst. Want dat is niet te verdrinken. Hè. Als we de jongens vinden, zijn ze altijd minder dan 6 uur dood. Ze blijven dus een aantal dagen in leven voordat ze verdrinken. Meer dan 3500 mensen ondervraagd. Meer dan 100 verdachten verhoord. En geen enkele aanwijzing. Nee. Die heeft zijn dingen goed gedaan. Shot af. Zie je nu, is dat weer zoiets? Ik vind dat echt magnifiek. Dat beeld. Ja, je wordt zot. Zie weer alles dubbel. Daar gaan we weer. Even onder de camera. Zet mijn bril op terug op. Ik heb dat je mijn bril afzet. Ik ga wat kraan. Ik moet iets nemen. Ik val flauw als ik het uitstel. We gaan een kraan zoeken. Zo ja, ik weet dat ik het... Ik heb het nodig. Dan voel ik me beter. Daar gaan we weer. Even onder de koude kraan. Ik ga dat innemen. Ik weet niet wat dat is, maar... Misschien is dat medicatie. Waar zitten we nu? Terug naar het politiebureau. Ah ja, die gaat aangifte doen. Oké. Okay. Oké, okay, ik hoop dat jullie van de game genoten hebben. Laat alvast een blauw duimpje achter als je het leuk vindt. Tot in de volgende schiet of horror game. Dag!